Het kan een groot probleem worden, absoluut. Het is best zwaar werk, ja. Ja, het gaat niet meer vanzelf. Waar ik daar in het verleden wachtlijsten had van mensen die zich spontaan kwamen aanbieden en zeiden van, goh, ik wil wel graag bij die club, ik wil graag bij die brandweer. Die zijn er niet meer, helaas. En daarom doet de brandweer er alles aan om vrijwilligers te werven. Flyers, Facebook-acties en zelfs speciale informatiebijeenkomsten. Zoals hier in Bennekom, waar ze 6 nieuwe collega's zoeken. Nou, allemaal hartelijk welkom hier bij Post Bennekom. Wat fijn dat jullie allemaal gekomen zijn en wat een ongelooflijke mooie grote opkomst. En we hopen dat jullie een goed beeld kunnen krijgen van hey, wat is dat nou, vrijwilliger zijn bij een brandweerorganisatie. Niet alleen in Bennekom hoor, in heel veel plaatsen is het zoeken naar vrijwilligers die daar heel veel tijd voor over hebben om dit vak te doen. Dit soort bijeenkomsten is dus hard nodig. Kei en keiheid. Zonder vrijwilligers zou onze organisatie Brandweer Gelderland Midden, maar Brandweer Nederland niet bestaan. Dat zou de doodsteek voor een brandweer zijn. In Gelderland bestaat de brandweer namelijk voor 75% uit vrijwilligers. En dat zijn mensen die dus ook gewoon een baan hebben. In dit bedrijf in Doesburg werken 4 brandweervrijwilligers. Soms is dat lastig. Je moet er wel rekening mee houden dat iemand onverwachts opgeroepen kan worden. Maar tot op heden hebben we daar nooit enig nadeel van ondervonden. Michael Langenbach is een van die vrijwilligers. Al 30 jaar lang werkt hij bij de brandweer. Ik heb mijn pieper altijd bij me. Dit is hem. Als die pieper gaat, komt een boodschap op. Dan komt het voertuignummer op staan en dan komt in ieder geval wat er gaande is. En dan is het lezen en rennen. Op dat moment laten ze hun werkzaamheden, ik zou willen zeggen, letterlijk en figuurlijk vallen. Maar het bedrijf profiteert ook van die brandweervrijwilligers. De mes snijdt wel aan 2 kanten. Je bent bij de brandweer, je zit bij de brandweer, je gaat eruit om hulp te verlenen aan andere mensen. Maar dat is ook zo, als hier binnen dit bedrijf wat gebeurt, dan sta je ook voor de werkgever klaar. Vroeger zat je altijd te spelen met die kleine brandweerwagentjes, iedereen kent het. En nu mag je dus bij dezelfde deel van dat je daarmee de straat op kunt. Nou, mooier dan dat is er eigenlijk niet. Maar waarom zou het dan nu zo moeilijk zijn om die jonge mannen van een jaar of 18 bij de brandweer te krijgen? Ja, ik zou dat niet weten. Ja, mensen zijn over het algemeen druk. Dus de agenda is aardig vol met allerlei andere zaken. Je gaat wel een opleiding starten, die moet je volmaken. En je moet ook weer beschikbaar zijn bij nacht en omtij. In Bennekom worden de potentiële nieuwe collega's getrakteerd op een demonstratie. 2941, wilt u gaan voor een ongeval met letsel? Ter hoogte van het Bergakkerplein in Bennekom over. Ik kan veel meer bekijken dan je zou denken. En nou ook zin om bij de brandweer te gaan? Je moet het in je programma kunnen inplannen. Dat is moeilijk. Gaat hier de nieuwe brandweervrouw van Bennekom? Als het aan mij ligt wel, maar we moeten wel matchen met elkaar. Dan moet het ook met mij zien zitten. Maar door het tekort aan brandweervrijwilligers worden mensen veel sneller aangenomen dan vroeger. Iedereen heeft zijn specialisme. De een is heel sterk, de ander is heel technisch. Ja, en als iemand fysiek ietsjes minder sterk is, maar die we nog wel kunnen gebruiken voor begeleiding van het slachtoffer, dan gaan we daarnaar kijken. En tegelijkertijd probeert de brandweer efficiënter mensen en voertuigen in te zetten. In Bennekom hopen ze dat de informatieavond effect heeft gehad. We hopen dat ze met massa's kunnen komen, zodat we eigenlijk wachtlijsten zouden hebben. Zoals vroeger. Zoals vroeger, ja.